Jongens, van harte welkom hier op grondgebied Horebeke in de schaduw van de grote meneer. De eerste gasten is natuurlijk de dame voor wie we hier onder meer allemaal zijn. Dat is Helijn Poncelet. Zij heeft het fantastische boek De Grote Meneer uitgebracht. En ook zo meteen gaan we hier de inhuldiging doen van haar wandelpad met de bosborden. Hoeveel boekjes geef je weg, Helijn? 10. 404. Alles mee mogelijk maakt natuurlijk. Rauwdozen, kom maar even. Want ik was er over 14 dagen en die grote meneer tikte even met een takje op mijn schouder en zei: en weet gij, zegt hij, dat er een meisje uit Oudenaar een boek over mij gemaakt heeft? Zeg, dat weet ik. En wel, zegt hij, wil ze even kronen. Alsjeblieft, Helijn. Bedankt om naar mijn verhaal te luisteren. Bedankt, grote meneer. Symbool van welkom, symbool van cultuur, natuur. Al het negatieve in de krant over de opwarming van de aarde en zo meer. Hij werd daar ook aan, de grote meneer. Met al de mensen die hier komen en de jeugd is klotegoed bezig. Echt waar. De kleuren van de bladeren van de grote meneer verschoven langzaam van hun gebruikelijke groene kleur naar een hele reeks kleuren. Variërend van geel, oranje tot rood en bruin. Maar hij hield zijn bladeren nog even stevig vast. En dan spreekt iedereen over de grote meneer, maar ik denk dat hier twee grote, belangrijke mensen naast mij staan. Dus een dik applaus en een dikke dankjewel aan deze twee prachtmensen. We gaan tot drie tellen, hè, Ulay? Bravo! Voilà, een dik applaus!